Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik een week lang mezelf uitdagen om alleen maar kleding van één bepaald merk te gaan dragen. Het leek me gewoon leuk om dit een keertje uit te proberen en mocht dit me bevallen, dan ga ik dit zeker vaker doen. Je hebt het al aan de titel kunnen lezen, maar in deze video ga ik dus alleen maar kleding van de H&M dragen. Ik ben niet zo lang geleden nog wezen shoppen bij de H&M en daar heb ik ook een aantal nieuwe items gekocht. Dus die items ga ik ook meenemen in deze video. Over het algemeen kom ik niet mega vaak bij de H&M. Ik vind dat ik soms daar wel leuke dingen kan scoren, maar niet altijd. Vaak kom ik daarvoor sokken, ondergoed, basics. Ik ben eigenlijk blij verrast met wat voor leuke items ik eigenlijk van de H&M in mijn kledingkast heb hangen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de outfits die ik ga dragen, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat me vooral weten wat voor merk jij de volgende keer wilt zien als ik dit nog een keer ga doen. Dit is outfit nummer 1. We hebben hier een t-shirt met soort van pofmouwtjes. Dit ga ik combineren met een ketting, ook van de H&M. En dan hebben we hier een broek met een bijhorende riem. Ik ga wel een klein beetje vals spelen, want de schoenen die ik aan ga doen zullen niet van de H&M zijn. Want ik vind het ook zonde om H&M schoenen te kopen. Ik vind ze zelf over het algemeen niet echt lekker zitten. Dit is mijn volledige outfit voor vandaag. Ik heb uiteindelijk nog buffalo's schoenen eronder aan gedaan. Ik vond dat wel er tof bij staan. Ik moet je zeggen dat ik zeer tevreden ben met deze look. Vandaag ga ik deze outfit dragen. We hebben hier een long sleeve witte col. En dit combineer ik met deze ketting. Ik heb toevallig zo'n soort stijl ketting al in het zilver. Volgens mij van de Brandy Melville. Maar ja, dat mag ik niet combineren. Dus ik combineer het met deze ketting. Dan hebben we dit jasje of vest. Ik heb deze in een maat ML gekocht. Hij is lekker oversized dus. En dan hebben we een broek met een bijhorende riem. Ik vind het heel tof eruit zien. Het is een mom jeans. Op dit moment heb ik nog mijn badjas aan. Want ik kom net onder de douche vandaan. En ik heb mijn make-up ook al gedaan. Dus het wordt maar tijd om mijn outfit aan te trekken. Dit is mijn uiteindelijke outfit voor vandaag. Zoals je kan zien heb ik vandaag ook mijn bril op. Ik vind het ook nog best wel leuk staan. Het is 1 een accessoire en 2 het is praktisch, want ik kan er helder doorheen zien. En ik heb deze outfit gecombineerd met mijn Fila's die ik letterlijk bijna elke dag aan heb. Ja, ik ben er tevreden mee. Alleen nog even een jas overheen. Ondanks ik het nu best wel warm heb met meerdere lagen aan, moet ik denk toch wel even een jas aandoen, want het is best wel koud buiten. Ik was vandaag naar een event geweest en ik kreeg zoveel complimentjes over mijn outfit. Ze vroegen, ja, waar komt het vandaan? Dit en dat. En toen dacht ik, nice. Ik zei, hey, helemaal H&M. Dus ik ben er zeker van dat ik deze look vaker ga dragen. Vandaag wordt dit mijn outfit. We hebben hier een shirtje met een rits aan de voorkant. Best wel vet. En dit ga ik dan combineren met de ketting die ik gisteren ook heb gedragen. Dan ga ik weer deze broek dragen. Alleen in combinatie met een andere riem. Deze heb ik al een tijdje in de kast liggen. Maar ik heb hem eigenlijk nog nooit echt omgehad. Dus ik vond dit wel een leuke combinatie in plaats van die zwarte riem die erbij hoort. Dit is uiteindelijk de outfit. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind alleen dat ik een klein beetje te veel buik show. Daar hou ik niet zoveel van. Maar ja, als mijn broek gewoon zo hoog blijft, dan is dat helemaal top. Ik heb het weer gecombineerd met mijn Fila's. Ik zeg het je toch, het zijn mijn go-to schoenen. Dit is dan deze week de tweede dag dat ik ze aan heb. Maar ik pak ze bijna altijd. En ik vind ze ook wel echt leuk staan onder deze outfit. Ja. Ik heb vandaag best wel wat dingen op de planning staan. Ik heb straks een event in de ochtend. En dan heb ik later op de dag school tot 1 uur of 5. Dus ja, een lekker druk dagje.
Goedemorgen. Mijn make-up zit er al op en ik ga straks mijn outfit aandoen. Hij ligt hier. Ik ga straks laten zien welke items het precies zijn. Maar ik heb vandaag weer school om 8:30. Ik heb maar 1 uur les. Lekker kort. En daarna heb ik ook nogal wat andere dingetjes te doen. Ik moet naar school en nog een hele productieve dag, zoals altijd. Dit wordt de look van vandaag. We hebben hier een simpele zwarte top. En zoals je kan zien, hebben we weer deze ketting. Ik vind deze oprecht heel erg leuk. En daar overheen, over dit topje, ga ik deze blouse doen. Ik ga hem gebruiken als vest. Dus ik ga hem niet dichtknopen, maar gewoon laten hangen als een vest. En daaronder ga ik deze jeans dragen. Volgens mij is dit een mom jeans. En zoals je kan zien, gebruik ik deze riem ook bij deze outfit. Ik had natuurlijk al eerder deze week met jullie gedeeld dat ik al aardig wat complimentjes kreeg over een bepaalde outfit. Gisteren gebeurde het weer. Ik was op school en ik kreeg van wat klasgenoten best wel wat complimenten. Toen dacht ik, oh, dat is heel erg lief, thanks. En toen vertelde ik ze ook over deze challenge. Dus dat vonden ze alleen maar nog extra leuk. Maar het is niet dat ik een persoon ben die echt naar complimentjes vist of om complimentjes vraagt. Ik vind het super leuk om complimentjes te krijgen. Maar het valt me gewoon heel erg op dat ik deze week meer complimentjes krijg dan normaal. Misschien doe ik wel onbewust mijn best om er extra goed uit te zien. Want de mensen uit mijn omgeving die weten denk ik wel dat ik normaal gesproken heel simpel ben. Ik ben sowieso wel simpel met mijn outfits. Dit is ook niet mega extreem. Maar ik vind dat gewoon heel erg fijn. Dat mensen uit mijn omgeving ook mijn looks waarderen. Dus hierbij mensen uit mijn omgeving, als jullie dit kijken, thanks. Dit is mijn uiteindelijke outfit voor vandaag. Ik heb een keertje geen sneakers aan. Ik heb deze laarsjes nu aan. Helaas niet van de H&M. Ik kan me eventjes niet herinneren van welk merk het is. Volgens mij heb ik hem van Comget Fashion, maar ik weet het niet zeker. Maar ik vond het wel leuk erbij staan. Even wat anders dan sneakers. Op zich kan ik er wel comfortabel op lopen, dus dat is helemaal prima. Maar dit is hem. Het is inmiddels avond en zoals je kan zien heb ik een hele andere outfit aan. Ik had toevallig een complete chill H&M outfit. We hebben hier een joggingbroek. Die heb ik al een tijdje en ik vind hem echt mega comfortabel. Dan hebben we een bralette en een t-shirt. Ik heb bewust nog even mijn t-shirt niet aangedaan, zodat jullie de bralette ook konden zien. Dus laten we maar snel mijn t-shirt aandoen. Dit is wel iets warmer dan alleen een bralette. Ik kan natuurlijk ook met bralette door het huis lopen, maar dit vind ik toch wel iets warmer. Soms doe ik nog een knoop erin. Misschien dat ik dat zo eventjes ga doen. En dit is mijn H&M chill outfit. Vandaag ga ik deze outfit aandoen. We hebben hier een t-shirt. Dit is van de Shawn Mendes Tour merch. Best wel vet. Ik vind de bloem heel erg mooi. Ik ga vandaag een klein beetje vals spelen. Want ik ga dit shirtje eronder aandoen. En deze is niet van de H&M. Hij is namelijk van Stradivarius. Maar ik heb anders niks om eronder aan te doen. Want ik wil geen korte mouw t-shirt dragen. Want daar is het nu te koud voor. Dus ik ga het met dat combineren. En dan hebben we weer deze broek in combinatie met de riem. En dit staat trouwens op de achterkant van het t-shirt. Dit is dan de uiteindelijke look. Ik moet er eventjes aan wennen, want ik vind deze outfit het minst mij. Het is niet dat ik het niet leuk vind. Ik vind het wel heel erg leuk staan. En de bloem vind ik leuk. De mouwtjes vind ik leuk. Maar voor mijn gevoel is dit te stoer voor mij. Ik weet niet, ik krijg er een beetje zo'n edgy vibe van. Misschien ook omdat deze twee dingen van H&M Divided zijn. En dat is natuurlijk een wat... is het street style? Meer street style. Maar ik ben ook wel een beetje van de classy. Maar ik vind het wel leuk. Een keer voor de afwisseling is dit nice. Ik heb nog geen schoenen eronder aan. Maar ik denk dat ik of mijn buffalo's eronder aan ga doen. Of mijn fila's. Sowieso sneakers. Want dat vind ik er wel bij passen. Ja.
Het is zaterdag en dit wordt mijn outfit voor vandaag. We hebben hier een trui. Die heb ik een keer in de sale gekocht voor echt maar 5 euro. En ik draag hem best wel regelmatig. Dat combineer ik weer met die ketting. Ik merk dat ik deze week echt een hele grote fan ben geworden van die ketting. Ondanks dat die goudkleurig is. En dit ga ik combineren met deze jeans. Dit is een skinny jeans. Dit is de eerste keer dat ik deze week een skinny jeans ga dragen. Ja, dit is de look. De outfit van vandaag is echt 100% mij. Lekker basic, zoals altijd. We hebben dus de trui. Ik heb hem een beetje in mijn broek gepropt. En de achterkant heb ik gewoon laten hangen. Misschien dat ik hem nog helemaal in mijn broek ga proppen. Maar ik vind hem voor nu helemaal prima. De skinny. En dit heb ik gecombineerd met deze Nike's. Een keertje niet bij Fila's. Dat komt eigenlijk niet echt vaak voor. Maar ik ben wel blij. Ja, met basic is natuurlijk niks mis mee. Eerder deze week heb ik dit item gebruikt als jas slash vest. Maar ik ga kijken of dit blouseje ook leuk is als een soort van jurkje. Want hij is best wel lang. Ik ga het ding combineren met een legging of een panty. Even kijken wat het beste werkt. Als een officieel jurkje kan ik dit jasje niet gebruiken. Want daarvoor is hij te kort. Want ja, anders kan je lekker hieronder kijken. Dat is niet de bedoeling. En ik heb ook niet echt een onderjurkje hiervoor. Dus ik heb uiteindelijk voor deze look gekozen. En ik moet je zeggen dat ik verrast ben dat het zo leuk eigenlijk staat. Ik heb dit gecombineerd met geen H&M legging. Oh, oh, don't hate me. Maar om nou voor één item speciaal nog naar de winkel te gaan, dat ga ik niet doen. Deze is van de Primark. Maar tegenwoordig kan je zulke leerachtige leggings wel overal vinden. Ik wilde eerst een panty doen. Die volgens mij wel van de H&M was. Maar een klein beetje vals gespeeld. Again. Maar ik accepteer het gewoon. Dit en mijn ketting is wel van de H&M. En dan weer deze hakjes. Nee, ik ben er wel echt blij met deze outfit. Deze week was voornamelijk echt een grote uitdaging voor mij om door middel van verschillende items bepaalde outfits bij elkaar samen te stellen. Want normaal gesproken pak ik standaard mijn standaard trui, mijn standaard broek. Waarvan ik weet dat dat gewoon prima zit, dat dat leuk staat. Dus eigenlijk outfits die je met de outfit van zaterdag kan vergelijken. En bijvoorbeeld met de outfit van vandaag. Het is niet helemaal H&M. Maar het is wel een outfit wat ik heb ontdekt. Dat ik ook wel leuk vind. En ook echt tof vind staan. Dus eigenlijk door te experimenteren met je stijl. Met kledingstukken die je hebt. Kom je achter dingen die je wel leuk vindt. En dingen die je niet leuk vindt. En ik denk dat ik dit vaker ga doen. Dit was dan voornamelijk gefocust op de H&M. Maar wie weet wordt het de volgende keer een andere winkel. Mocht jij suggesties hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Ik ga sowieso even in mijn kast kijken waar ik heel veel items van heb. Maar wie weet dat ik binnenkort, I don't know when, maar ooit weer ga shoppen. Dan kan ik dat natuurlijk meenemen. Mochten jullie leuke merken weten, benieuwd zijn naar bepaalde kledingstukken van bepaalde winkels. Of ja. Ik ben ook benieuwd wat jullie favoriete outfit uit deze video was. Ik vind het heel erg lastig. Ik denk dat ik toch ga voor de outfit van dinsdag. Denk het wel. Ook al vond ik de outfit van woensdag ook leuk. Lastig. Maar ik denk dat mijn favoriet toch de outfit van dinsdag was. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!